En de stad begint zich langzamerhand klaar te maken voor de Vierdaagse. De eerste borden zijn al te zien en de wandelaars pakken hun laatste training mee. En ook de toeschouwers zijn er al volop mee bezig. Zo ook zorgcentrum Aquaviva. Het verzorgingstehuis Aquaviva in Nijmegen heeft al jaren een plekje aan de Sint-Anna-straat om de Vierdaagse te kunnen kijken. Voor de bewoners van Aquaviva is het een mooi uitje. De hele dag zitten, ik heb daar mooie herinneringen aan. Ik zat altijd aan de kant van de Sint-Anna-straat. Heb ik altijd gedaan. En ik zat altijd mee te lopen. Ik kon het zelf niet meer, maar ik liep mee. Ik vind de Vierdaagse, dat hoort bij Nijmegen. En Nijmegen hoort bij mij. 11 uur tot een uur 4, 5. En dat vind ik prachtig, de Vierdaagse. En alle mooie, prachtig die zitten aan te moedigen. En prachtig. We zijn heel sociaal met elkaar. Dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Want je wordt door iedereen toegejuicht. En heel veel landen doen eraan mee. Hè? Dat vinden ze er allemaal heel erg leuk. En ze lopen ze 's avonds krom van de blaren die ze hebben. Maar ze blijven doorlopen, want ze moeten naar die eindpunt. Ja, ik vind het heel knap. Dit jaar was Aquaviva er vroeg bij. Afgelopen dinsdag claimde de zorginstelling al hun plekje aan de Sint-Anna-straat. Het bordje en de linten van Aquaviva werden echter door de gemeente weggehaald. Voor het eerst zijn er hier dit jaar regels voor. Omdat het reserveren steeds grotere vormen aanneemt en het steeds vroeger begint, leggen we het aan banden. Iedereen moet de kans krijgen om tijdens de intocht langs de Via Gladiola te staan. Vanaf zaterdag 13 juli mag je een plek reserveren. Spullen die eerder neergezet worden, gaat het DAR verwijderen. Bij de zorginstelling vinden ze het jammer, maar is er wel begrip. We begrijpen dat het verwijderd is vanwege de veiligheid. We vinden het natuurlijk wel heel erg jammer, want het is voor ons praktisch gezien heel fijn als we een plek of verzekerd zijn van een goede plek voor onze bewoners die hulp nodig hebben tijdens de intocht en met het vervoer ernaartoe. Dus het liefst hebben we natuurlijk dat we verzekerd zijn van een goede plek. Maar we gaan ons best doen om er een mooie dag van te maken. En we zien jullie graag terug op de Sint-Anna-straat.